Hello, and welcome to the next episode of the Slow Dutch podcast. As always, this podcast is going to be a story written and read out loud by me, slowly in Dutch. Then we do the story again, Dutch English, and then we do the story one more time, fully in Dutch, a little bit faster. So I wanted to tell you about the sponsor of today. Yes, it is again me. I am a Dutch teacher and I can teach you Dutch. And if you've seen my shorts or my reels on Instagram or me on TikTok, you know I'm a good teacher because apparently you followed me because I am good at explaining things. So you can book a course with me and I can teach you personally. So consider that. Now let's go to the podcast episode and here we go. Prostitution in the Netherlands. Prostitutie is legaal in Nederland sinds het jaar 2000. Nederland was het eerste Europese land dat het legaliseerde. Iedereen uit de hele wereld mag in Nederland als freelancer in de seksindustrie werken. Je moet natuurlijk wel een geldige verblijfsvergunning hebben. So, verblijfsvergunning is residence permit. As you may know, geldig is valid. Geldig is valid. And it's funny, so the word geld is in there, which is money. Geldig, valid. Er zijn per nationaliteit wat kleine verschillen in de regels. De overheid wil de leeftijd veranderen van 18 naar 21 jaar. Ook willen ze de gebieden met rode lichten uit het centrum halen, zoals in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam is zo'n gebied. Er zijn meerdere in Nederland. De rode lichten zijn heel bekend, maar blauwe lichten zijn er ook. De blauwe lichten zijn voor transvrouwen die sekswerk aanbieden. De seksindustrie in Nederland is een industrie van zo'n $200 miljoen per jaar. Sekswerk wordt over het algemeen gezien als een normale baan qua wetten. In terms of laws, qua wetten. Er is best wel een groot stigma, zoals overal. Het is ook weer niet zo normaal. De meeste sekswerkers zeggen het niet tegen hun vrienden en familie. Ook kunnen banken soms vervelend doen met het openen van een zakelijke rekening, bijvoorbeeld. Voor een business account, for example. Bijvoorbeeld, for example. Sekswerk wordt nog steeds erg geassocieerd met criminaliteit en mensenhandel. Het is legaal voor instemmende volwassenen, dus mensen van 18 jaar of ouder. En dat is een beetje een probleem, because what is consent? How do you measure it? Er is veel mensenhandel in de prostitutie. Dit is overal ter wereld zo, maar omdat het in Nederland legaal is, extra veel hier. Toen het legaal werd, waren veel prostituees normale vrouwen. Nu zijn het vooral jonge, knappe, internationale vrouwen. De overheid doet veel
om deze industrie zo veilig en transparant mogelijk te maken. Veilig en transparant. Safe and transparent. Dat is ook de grootste reden geweest om het te legaliseren. Veiligheid en waarschijnlijk ook belasting. Oké, that was the first run. So now we do the story again. Dutch English per sentence. And now we do the story one more time. Just in Dutch, a little bit faster. Here we go again. Prostitutie is legaal in Nederland sinds het jaar 2000. Prostitution has been legal in the Netherlands since the year 2000. Nederland was het eerste Europese land dat het legaliseerde. The Netherlands was the first European country to legalize it. Iedereen uit de hele wereld mag in Nederland als freelancer in de seksindustrie werken. Anyone from around the world is allowed to work as a freelancer in the sex industry in the Netherlands. Je moet natuurlijk wel een geldige verblijfsvergunning hebben. Of course, you must have a valid residence permit. Er zijn per nationaliteit wat kleine verschillen in de regels. There are some minor differences in the rules by nationality. De overheid wil de leeftijd veranderen van 18 naar 21 jaar. The government wants to change the age from 18 to 21. Ook willen ze de gebieden met rode lichten uit het centrum halen, zoals in Amsterdam. They also want to remove areas with red lights from the center, as in Amsterdam. Because it's probably going to change in the next few years. Like the area where it's very prominent right now. They want to take it away from there in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam is zo'n gebied. Er zijn meerdere in Nederland. Not only in Amsterdam is there such an area. There are several in the Netherlands. Rode lichten zijn heel bekend. Maar blauwe lichten zijn er ook. The red lights are very famous, but there are also blue lights. De blauwe lichten zijn voor transvrouwen die sekswerk aanbieden. The blue lights are for trans women offering sex work. De seksindustrie in Nederland is een industrie van zo'n 200 miljoen dollar per jaar. The sex industry in the Netherlands is an industry of some $200 million a year. Sekswerk wordt over het algemeen gezien als een normale baan qua wetten. Sex work is generally considered a normal job in terms of laws. Er is best wel een groot stigma, zoals overal. There's a pretty big stigma, though, as there is everywhere. Het is ook weer niet zo normaal. It's not that normal. De meeste sekswerkers zeggen het niet tegen hun vrienden en familie. Most sex workers do not tell their friends and family. But from what I've heard, they always tell at least a couple of people just to stay safe, so that someone knows where they are at night. Ook kunnen banken soms vervelend doen met het openen van een zakelijke rekening, bijvoorbeeld. Also, banks can sometimes be annoying about opening a business account, for example. Sekswerk wordt nog steeds erg geassocieerd met criminaliteit en mensenhandel. Sex work is still very much associated with crime and human trafficking. Het is legaal voor instemmende volwassenen. Volwassenen, adults. Dus mensen van 18 jaar of ouder. It is legal for consenting adults, meaning people 18 years or older, who are consenting, of course.
En dat is een beetje een probleem. And that's a bit of a problem. Er is veel mensenhandel in de prostitutie. There's a lot of human trafficking in prostitution. Dit is overal ter wereld zo, maar omdat het legaal in Nederland is, extra veel hier. This is true all over the world, but because it's legal in the Netherlands, extra much here. Toen het legaal werd, waren veel prostituees normale vrouwen. When it became legal, many prostitutes were normal women. Nu zijn het vooral jonge, knappe, internationale vrouwen. Now it's mostly young, pretty, international women. De overheid doet veel om deze industrie zo veilig en transparant mogelijk te maken. The government does a lot to make this industry as safe, veilig and transparent as possible. Dat is ook de grootste reden geweest om het te legaliseren. That was also the biggest reason for legalizing it. Veiligheid en waarschijnlijk ook belasting. Safety and probably also tax. Okay, there we go again. Let's not waste any time. Just the Dutch, a little bit faster. Prostitutie is legaal in Nederland sinds het jaar 2000. Nederland was het eerste Europese land dat het legaliseerde. Iedereen uit de hele wereld mag in Nederland als freelancer in de seksindustrie werken. Je moet natuurlijk wel een geldige verblijfsvergunning hebben. Er zijn per nationaliteit wat kleine verschillen in de regio. De overheid wil de leeftijd veranderen van 18 naar 21 jaar. Ook willen ze de gebieden met rode lichten uit het centrum halen, zoals in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam is zo'n gebied. Er zijn er meerdere in Nederland. De rode lichten zijn heel bekend. Maar blauwe lichten zijn er ook. De blauwe lichten zijn voor transvrouwen die sekswerk aanbieden. De seksindustrie in Nederland is een industrie van zo'n $200 miljoen per jaar. Sekswerk wordt over het algemeen gezien als een normale baan qua wetten. Er is wel een best groot stigma, zoals overal. Het is ook weer niet zo normaal. De meeste sekswerkers zeggen het niet tegen hun vrienden en familie. Ook kunnen banken soms vervelend doen met het openen van een zakelijke rekening bijvoorbeeld. Sekswerk wordt nog steeds erg geassocieerd met criminaliteit en mensenhandel. Het is legaal voor instemmende volwassenen, dus mensen van 18 jaar of ouder. Who are consenting. Just adding that. En dat is een beetje een probleem. Er is veel mensenhandel in de prostitutie. Dit is overal ter wereld zo. Maar omdat het legaal in Nederland is, extra veel hier. Toen het legaal werd, waren veel prostituees normale vrouwen. Nu zijn het vooral jonge, knappe, internationale meiden. De overheid doet veel om deze industrie zo veilig en transparant mogelijk te maken. Dat is ook de grootste reden geweest om het te legaliseren. Veiligheid en waarschijnlijk ook belasting. Okay, so that was the episode for today. I hope you liked it. Please like and subscribe and tell your friends who are supposed to be learning Dutch. Yeah, I really enjoy making these podcasts. They do take me about 6 hours to make, and they're all for free. But if you want to sponsor me a little bit, contribute, you can always subscribe to my Patreon. You can find the link below. And yeah, thank you so much for watching. See you next time. Doei!